Laten we even kijken of we dat ook nog. We gaan in dit filmpje ook kijken naar een verschil tussen SAS en sessie CSS. We gaan dat doen aan de hand van navigatie. We kijken hiervoor naar de navigatie die we hier hebben. Die kun je natuurlijk als een apart element zien in jouw documentstructuur, in jouw project. En die kunnen we dan dus net zo makkelijk even in een apart SAS bestand zetten. Dus die knippen we hier weg. Dan wordt het hele hoofddocument een klein stukje prettiger kleiner. Prettig wat kleiner. En we kunnen hier dus zeggen van de navigatie. We zien hier dat de commentregels niet doorkomen in het uiteindelijke CSS bestand. Dat kunnen we straks wel doen als we dat zouden willen. Dat doen we straks met een echt CSS comment. En die komt dan weer netjes wel door. We kiezen dan hier zo add import. En we kiezen hier zo navigatie. Nou, als je het vorige filmpje bekeken hebt, dan zul je zien, dan weet je wat voor bestand er nu gemaakt moet gaan worden. Dus dit gaan we, als we dit gaan doen, krijgen we misschien ook wellicht een foutmelding. Omdat navigatie niet gevonden wordt. Dus die gaan we dan eerst maken. File, nieuw file. We plakken eventjes de hele code erin. En we slaan hem op Command S. En we doen het in de SAS-mail. En we noemen laagstreep navigatie. .scss. En dat moet niet een hoog streepje zijn, een licht streepje, maar echt een laag streepje. Goed, bewaar. En we zien ook gelijk dat de foutmeldingen weg zijn. Hij bestaat hier zo. Wat we gaan nu doen is dat we nu dit document gaan hernoemen. En dan komt er weer een foutmelding terug. Hè. Dus we zien hier nogal een fantastisch mooie een mooie structuur. De zaak werkt prima, ook als ik hier ververs, dan is er niks aan de hand. Maar ik ga hem nu omzetten naar de naam even wijzigen. Kijken of ik dat hier zo in mijn editor kan doen. Dus we hebben hier navigatie. En we gaan kijken of we deze kunnen hernoemen. Rename. En we noemen niet SCSS, maar echt SAS. Op dat moment zien we meteen een heleboel foutmeldingen. We zien ook een heleboel rode tekentjes hier. En met name op de puntkomma's gaat het hier fout. In SAS heb je dus een andere structuur. We gaan hier alle puntkomma's allereerst verwijderen. Een andere syntax. Deze zijn hier weg. En ook de accolades zijn niet wenselijk. Kijk of we dit nu opslaan. Dan zijn we nog steeds met een aantal foutmeldingen. En de accolades die dus nav hier zo laat starten en eindigen, die zijn dus ook echt niet meer nodig. Ook de UL die hier zit, is niet nodig. En ook de A is niet nodig. En ook de hover van de A is niet nodig. En als deze dus allemaal weggehaald zijn, zo kun je natuurlijk ook nog zeggen van nou, dan haal ik ook een paar regeltjes weg, dan wordt het misschien makkelijker leesbaar. Dan zie je door het inspringen dat het hier gaat om de achtergrondkleur van nav, hier de list style type van UL die in nav zit enzovoorts. We slaan dit op en we zien nog steeds, nee, we zien gelukkig geen foutmeldingen meer en we zien ook dat de hele reeks nu ook werkt. Als wij hier bijvoorbeeld nog eventjes naar kijken, dan zien we hier dus nav dubbele punt hover. Als deze, bijvoorbeeld deze hier een tapje naar binnen gaat, dus we gaan hier even een backspace doen, dan staat hier onder de nav. En als we dan hier zo opslaan, dan hebben we dus een nav hover gekregen, omdat hij dus als een direct child hiervan is. Als we dan ook nog gaan kijken naar het resultaat, dan gaat hij dus, zodra die, nee, dan moet je even verversen natuurlijk. He, dus dan is die, wordt die hele nav wordt dan gedaan. Dus dan is ook echt die tab nodig om ervoor te zorgen. We slaan hem op hier zo. En dan komen we hier weer terug. En dan zien we dus hier zo deze weer. Het mooie daarvan is natuurlijk dat je heel makkelijk, heel snel, heel diepe selectoren kan maken. Je kan deze nog een tab geven.
dan moet je dat misschien ook samen doen met het geheel wat hier staat. Dan geef ik deze dus een selecteer ik in zijn geheel, geef hem een tapje en ik sla hem op. En dan zie je dus ook hier namelijk ook dat weer NavULA, NavULA hover enzovoorts enzovoorts. He, dus door het inspringen wordt duidelijk wat er gevraagd wordt van een SES-bestand. Die heeft dus een iets andere structuur. Wij laten het voorlopig bij deze. En je ziet, ja, je kan zeggen van dat vind ik moeilijk om daarmee te werken. Je kan ook de schoonheid van deze code weergeven. Wat ook geconcludeerd moet worden, is dat ook in main CSS helemaal niks aan die navigatie verandert. Of het nou een laag streepje met Sans is, of met SCSS, Sessie CSS, het maakt geen verschil. Je kunt dus Sans en Sessie CSS heel mooi combineren.